Wat denk je van de nieuwe tegenstander? Ik ben heel erg bang ook op mijn beurt. Want ik ga je vertellen waarom. Ik heb in interviews gelezen dat ze haar op de universiteit de Spaanse Fury noemden. Is dat zo, ja? Ja, dat is waar. En weet je wat ze mij noemden vroeger? Nee, nee. Jens. Dus dat is slecht genoeg, hè, denk ik. Ja. Een gitaar is dat niet echt, maar... Een ukulele ligt er. Ah, ja. Ukulele. Ja. Kleine gitaar. Ja. Voor de nieuwkomer, hè. Ja. Voor Magali. Het is een Zuid-Amerikaanse traditional dat ik ga brengen. En Pedro gaat mij ook begeleiden op een Zuid-Amerikaans instrument eigenlijk, hè? Uit Ecuador. Uit Ecuador zelfs. Dat ik beheers. Uiteraard, als de Zuiderse inbos. De Zuiderse inbos van. Ik denk dat het omgedaan is. Oké, kom aan, hè? Voilà, voilà. En ja, ik ga even ook van deze hete thee drinken. Ja. En dan spekt het toch direct beter staan. Magali Rodriguez Garcia. Vamos a la playa, hijo de la luna. La bamba, dos cervezas, por favor. Suavemente, me gusta su feliz Navidad. Boom, boom. Paranormale gaven? Ik kan een beetje tegen dieren praten. Die praten wel nooit terug, maar ik kan het op zich wel. Ja, nee, dat is goed. Ja. Dat wil ik een keer doen, Sam. Ja. Je wilt samen met mij tegen dieren praten? Ik praat ook tegen dieren. Is het waar? Ja. Heb jij dieren? Nee. Dat zijn verpleegsters. Nee, maar ik woon vlakbij het park. Ja. Ah. Tegen wat praat je dan? Ja, eenden. Pas op, ik ben ook een danser. Hè? Ja, serieus? Ja, ik ben een danser. Ja. Toch wel. Maar niet op Despacito? Of, op alles. Op alles. We gaan dat nog eens moeten laten horen. Ja. Totaal geen moeite mee. Nee. Ik kan heel makkelijk zeggen, ik zie u graag. Wat ik moeilijk kan zeggen, Erik, is ik zie uw films graag. Maar voor de rest, niks aan liefde, hè? Ja. Ja. Ze menen dat niet, hè? Allee, hoop ik. Maar, ja. Schoon, ik heb uw films niet gezien. Dus. Nee. Wat vinden jullie van Kim Kardashian? Te veel, hè, pas de chirurgie, toch? Ja. Als hij ooit sterft, dan moet hij in een PMD-zak, denk ik. Ja. Allee, dus... Nee. Gaan jullie later organen afstaan? Je doet dat sowieso in België. Je bent sowieso donor. Ja. Zeg dat je het expliciet zegt dat je het niet wilt. Klopt. Want dan zeg je echt... Nee, geen toffe, hè. Nee, dat klopt. Nee, dat is inderdaad veranderd, dat klopt zo. Nee. Ik zou wel een goede donor zijn, zeg. Ik twijfel. Ja. Een donor kebab, denk ik.